wel van onder. Ook zo'n goed idee. Ja, gewoon beginnen. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough. Zo, ja, ik heb u nu een half uurtje laten kijken naar allemaal dingen die heel goed ingestudeerd waren. En dit is iets voor de nieuwe show. Dus daar moet ik nu op oefenen. Dit is achteruit. Dit is rechtsaf. En dit is linksaf. Nou, dat wordt dan, over 3 jaar is dat dan weer heel erg leuk. Dat is dat vak. We zijn. Goedenavond, dames en heren. Ja. Gooi gelijk maar even het zalig aan. Ik heb een paar vragen aan u. Ik wil ook even kijken hoe het met de aansluiting met de jeugd is. Nou, dat is. Ja. Iemand zei: je bent de aansluiting met de jeugd kwijt. Ik zei: nou ja, ik denk eerder dat het omgekeerd het geval is. Ja. Zijn er nog jonge mensen in de zaal? Ja. Oké, ik zou zeggen, spread the word. Het is ongelooflijk. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Mijn tweede vraag is, wie van u is al in het Groningen Museum geweest? Oké, dus de anderen gaan we allemaal de komende dagen nog. Wees er snel bij, want het wordt druk. Die is voor veel uitleg vatbaar, die zin. Ja, het is ongelooflijk wat daar gebeurt. We zijn 's morgens om 10 uur, zijn mijn vrouw en ik. Doe nog even het zalig aan mijn vrouw en ik. Want mijn vrouw die zit achter in de zaal. En die. Die heeft tot nu toe al 2 keer het zaallicht aangedaan. En die gaat de hele avond het licht verzorgen. Dit is een geïmproviseerde voorstelling. Dat wil zeggen, een groot deel van de dingen die ik ga doen, die ken ik nog, tenminste hoop ik, uit mijn hoofd. En ik wil beginnen met iets te vertellen over die expositie. Omdat mijn volgende programma heette Supposed. En dat hoop ik natuurlijk op te bouwen uit wat ik nu meemaak. En er was een beroemde zin in Nederlands Hoop, die was, de mensen vragen ons wel, maken jullie wel eens wat mee? En dan was het antwoord, nee. Nee, wij maken niets mee. Ik zal u 1 voorbeeld geven. Grappig, hè? Dat was toen enorm leuk. En, ja, en nu denkt iedereen, nou, wat is dat voorbeeld dan? Wij maakten niets mee. Ik zal u 1 voorbeeld geven. Dat kan niet! Ongelooflijk, wat is er gebeurd met het kijken en luisteren van de mensen? Nou, daar gaat de expositie over. Er komt gisteren of eergisteren een meisje naar me toe van 94 jaar. 94, die was 10 toen ik net geboren was. En ze vertelde over waar ik geboren ben in Westernieland. Mijn vader was predikant en zij woonde in Pieterburen. Het was wel grappig, want het vond plaats in de huiskamer. We hebben dat museum op een bepaalde manier, tenminste die paviljoen dat ons is toegewezen, verdeeld in een huiskamer, een theater, een galerie en een eventzaal waar de aardbevingsbeleving plaatsvindt. En nou, ik ben blij dat u lacht. U bent de enige Nederlander die daar ook hartelijk om kan lachen. De rest van het land gaat ernstig gebukt onder uw aardbeving. En het was, ik zat daar even aan tafel. En wij proberen daar dan kunst
uit te dragen en te doen. En kunst is iets heel anders dan theater, want bij kunst mag je iets laten hangen. Mag je gewoon, nou ja, weglopen met, nou ja, dat is het. Take it or leave it. En dat kan in het theater niet. De mensen, dat merkt u net al toen ik dat grapje maakte over maken jullie wel eens wat mee. Je moet het uitleggen tot op een... Je moet het kauwen, je moet het bijna zelf nog verteren. Dan kakken zij het wel voor je uit. Zo is het geworden. Het is onvoorstelbaar. En deze vrouw die kwam daar in die huiskamer, ik zat daar achter een tafel, kwam daar met zo'n scootmobiel voorgereden, hoe ze die dingen ook allemaal daar boven krijgen. Het is een godswonder. En die was, zoals ik zei, 94. En die zei, ik moet u een verhaal vertellen. En zij vertelde over 1944, kerstmis. En mijn vader had in het kerkenblaadje geschreven dat dit een andere kerstviering dan andere jaren zou worden, want er waren geen kaarsen meer. En je had in die tijd had je geen weekamp en je had geen marktplaats en je had allemaal bonnen waar je dingen op kon krijgen, geen kaarsen. En mijn vader had dat stukje in het kerkblad geschreven en toen was de moeder van dit meisje, die toen 10 was en nu 84 was 10 jaar ouder dan ik. Die moeder was op zoek gegaan en die had echt ergens achter in een kast had ze nog 3 kaarsen weten te vinden. En toen is dat meisje van 10 door weer en wind, sneeuwjacht, op de fiets. Ze was nog nooit in haar eentje zo ver van huis geweest en vroeg zich onderweg af wat zou er gebeuren als ze door een Duits soldaat aangehouden zou worden en dat ze die 3 kaarsen bij zich had. Ze werd er echt steeds nerveuzer op. En uiteindelijk kwam ze bij die pastorie aan en dominee deed open. En ze overhandigde die kaarsen. En toen ze thuis kwam, zei die moeder, en ik kan het helaas niet in het dialect van u zeggen, dominee nog iets zeit of zo. Dat klinkt meer Fries. Heeft de dominee nog iets gezegd? En toen zei ze, ja, de dominee heeft gezegd, mijn gebed is verhoord. En ik mompelde, het lijkt wel een verhaal van Selma Lagerlöf. En ik weet niet of ik haar toen geënthousiasmeerd heb, want ze dacht, ik ga er nog een herinnering tegenaan gooien. En dat is de herinnering die een eind maakt aan elke herinnering. En ze zei, en toen was ik op een zondag, was ik aanwezig toen u gedoopt werd. Ik zei, nou zeg maar jij, na al die jaren. Ik was aanwezig toen u gedoopt werd en toen schijn ik gezegd te hebben, wat heeft die baby een paar prachtige blauwe ogen. Waarop ik zei, dan moet ik u teleurstellen, ik heb bruine ogen. En toen zei mijn vrouw, want ik heb dit stukje, staat morgen in uw dagblad voor het Noorden, is mijn column. En toen zei mijn vrouw, maar het is zo dat baby's vaak blauwe ogen hebben en dat die dan na een paar jaar bruin worden. Dat kan. Nou ja, die van mij zijn niet alleen bruin geworden, maar ook erg slecht. En had ik nog maar die bruine ogen gehad. Nou ja, dat zijn van die verhalen en ik vertel ze nu echt uit de eerste hand. En nog even het zaligt aan, Helle. Wie van u heeft al een kaartje voor de suppost? Ja. Nou, daar zit dit verhaal ook in. Dan moet je eens opletten. Dan moet je eens opletten wat er in de loop van die tijd met zo'n verhaal onderweg gebeurd is. Heel interessant. Heel interessant. En met dat karretje bijvoorbeeld. En vanmiddag, op de valreep voordat wij hierheen gingen, kwamen er 2 ouders. Kwam een gezin, dus een vader en een moeder. Met een jongetje van een jaar of 10. En nou ja, ik zag al onmiddellijk dat jongetje van een jaar of 10 ging met onwaarschijnlijk veel tegenzin naar het museum. Dus ik kwam vrolijk aangelopen en mijn taak is om daar allerlei mensen spontaan aan te spreken. Dus ik zei, heb je zin om eens even rond te kijken hier? En hij dook meteen weg, daarbij de gegeneerde glimlach van de aanstaande puber op zijn gezicht trekkend. Ik zeg, hoe oud ben jij? 10 jaar. Ik zeg, hoe heet je? Jort, zei hij. En opeens moest ik denken aan een volwassen puber die ook altijd zo'n merkwaardig lachje heeft. Waarvan je denkt, grow up, please.
trek een fatsoenlijk pak aan, doe die bretels af. Stel je niet zo aan! Dus ik zeg tegen dat ventje, want ik ben namelijk een optimist. Ik ben iemand, ik hou van opvoeden. In dit museum hangen drie grote uitspraken. Vertrouwen, discipline en concentratie. Ik zeg, kom mee. En die ouders die er een beetje gegeneerd bij stonden, die liepen achter mij aan. En wij komen in onze huiskamer. En daar hangt, die foto's ben ik vergeten, dat is de opbouw. Hier ziet u hoe wij de zaak aan het opbouwen zijn daar. Dit is de brug, die hebben we helemaal vol met kostuums. En het volgende plaatje, hier is dat kostuum, krijgt u straks te zien. En hier is dat schilderij waar ik op doel. We hebben er niet een erg scherpe print van, maar dit is een schilderij van Maarten Koopman. En daar heb ik de laatste week heel vaak voorgestaan met kinderen van 5 tot 10. En ik weet niet of het u een beetje kan zien, maar op het schilderij zie je 4 paarden. En die kinderen zeggen, die vinden ik vind het zelf ook fascinerend, hè, die paardenkoppen op die mensenlichamen. En ik zeg dan, kijk, dit is een estafetteploeg. En die estafetteploeg zit in de kleedkamer en er is iets heel ergs gebeurd. Wat is het ergste wat een estafetteploeg kan overkomen, vraag ik dan aan die kinderen. En dan kijken ze je verlangend aan. En die ouders beginnen dan nog zenuwachtiger te worden. Want die denken opeens van, oh jee, mijn kind is dom. Maar dat hoeft helemaal niet. Want als je het niet weet, dan weet je, het heeft niks met intelligentie te maken. Dus ik zeg, een estafetteploeg moet een stokje doorgeven. En als je dan het stokje laat vallen en gedisqualificeerd wordt, is dat het ergste wat je kan overkomen. En ik vroeg aan die 10-jarige Jort, wie denk jij van deze paarden dat het stokje heeft laten vallen? En opeens wringt zich een ventje van 8 naar voren, zijn broertje. En die zegt, die met zijn handen onder zijn hoofd. Ik zeg, dat is goed geantwoord. Ik zeg, er zijn er 2 paarden die hebben daar ongelooflijk de ziekte over in. Wie zijn dat? Nou, zegt de knulletje van 8, dat is het paard links en het paard rechts. Ik zeg, en dan is er nog 1 die denkt, een stokje laten vallen. Dat kan iedereen gebeuren. Nou, dat is die met die handdoek. En hij stond me stralend aan te kijken en ik richt mij tot die jongen van 10 jaar. Ik zeg, moet je luisteren. Ik zeg tegen dat ventje van 8 jaar, ik zeg, moet je goed luisteren. Je hebt 2 jaar en in die 2 jaar gaat iets heel merkwaardigs gebeuren. Die gezellige openheid die je nu hebt en die wijsheid en die makkelijke manier van... Daar komt opeens een deuk in en dan word je ook net als je broer zo'n lummel die de hele dag zo tegen staat te stribbelen. En ik weet dat uit ervaring. Ik zat een keer in de kamer, ik weet niet hoe lang het geleden is. Nou, heel lang, want mijn zoon was 10 en die is in 75 geboren. Dus ik was zelf, 41. En ik zit in de kamer en dat wordt op zichzelf al bijzonder. Ik weet niet wat ik deed. Dus ik zat de schoolschijven te slijpen of... ik kan ook geweest zijn, want ik was in die tijd nogal veel aan het boetseren. Ik maakte een portret van de vorstin met kleine dingetjes die ik in mijn neus gevonden had. Zoiets was ik, het koningshuis komt mij de neus uit. Dus ik was daar zo. Opeens gaat de deur open en komt mijn zoon binnen. Ik dacht nog, op hetzelfde moment, Pieterventje. Eerst de deur open en dan binnenkomen. Want je zal de kinderen de kost moeten komen die al lang niet meer van plan zijn om die deur te... Die komen gewoon binnen. En hij heeft zijn handen, heeft hij zo in een kommetje. En hij komt zo op mij afgelopen en hij zegt, kijk pap, een dood vogeltje. En ik kijk en verdomd, een dood vogeltje. Meteen krijg je als ouder, tenminste ik krijg dan het gevoel, hoe maak ik mijn kind blij met een dode mus? Dus ik denk, laat ik het op de educatie, over de educatiekant gooien. Dus ik zeg, weet jij wel wat voor soort vogeltje dat is? En toen zei hij, ja pap, een dood vogeltje. En toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, hij heeft gelijk. Verdomd, hij heeft gelijk. Eigenlijk, in het Engels, basically,
zijn er maar twee soorten vogeltjes. Hey, je hebt die wetenschap met de ornithologie en die hebben, dan, hebben het dan over 5000 species. En dan elke dag wordt er weer een nieuwe vogelsoort of verdwijnt. Of... Deze knaap van 10 jaar brengt al terug tot twee soorten van levende en doden. Briljant, briljant. Ik dacht erover na. Ik denk, hoe is het mogelijk dat een kind van 10 al zoveel doorzicht kan hebben? Want dat geldt niet alleen voor vogeltjes. Dat geldt ook voor mensen. Je hebt maar twee soorten mensen. Levende en dode. En nou is het wonderlijke bij mensen. Dat er zijn mensen die zijn al 200 jaar dood en die leven nog. En er zijn mensen die leven al 50 jaar en die zijn al 200 jaar dood. En allemaal bedacht door dat ventje van 10 jaar. Briljant! En dat kereltje dat komt uit één van mijn spermatozoïden. Eén! En in die tijd produceerde ik volgens de boeken 30 miljoen per dag. Tegenwoordig iets teruggelopen. 30 miljoen per dag! Ik weet nog wel dat ik in die tijd dacht, ik wou dat mijn ballen hier zaten. Dat weet ik nog wel. Maar ja, als je dan even met de motor weg moet en die helm, die dat is toch onprettig, motorrijden. Even kijken wat we nu gaan doen. En een spin zit in zijn web. En hij hoort een merkwaardig gezoem. En de spin denkt, aha. Het gezoem wordt luider. En de spin denkt luider, aha. Het gezoem wordt oorverdovend en de spin denkt, dit wordt de grootste vlieg die ik ooit in mijn leven gevangen heb. Hoe kan hij weten dat het een stofzuiger was? En hij wordt opgezogen, hij gaat door een donkere tunnel, hij komt door een merkwaardig lawaaiige motor en hij eindigt in een zak. Stof, zijt gij, en tot stof zult gij wederkeer. Hij wrijft het stof uit zijn ogen, herstelt zich enigszins en gaat op zoek naar de uitgang. Hij legt een deel van het traject af dat erg lawaaiig was. En op zeker moment komt hij over een drempeltje in een soort van tunnel. In ieder geval, boven en aan de zijkanten en aan de onderkant is ongeveer dezelfde ruimte. En hij beweegt zich in de richting die hem goed lijkt. En op een zeker moment komt er een heel klein beetje licht. Hij ziet dat hij in een slang loopt. En het wordt lichter, hij versnelt zijn pas, hij gaat rennen. Het wordt daglicht. Hij ruikt de buitenlucht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En als hij bijna buiten is, hoort hij klik. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeer. In dit traject komt een zekere ritme van dag en nacht. Overdag loopt hij de tunnel in tot hij wordt teruggezogen. Hij slaapt. En de volgende dag begint hij opnieuw. Hij weet dat er aan het eind van de tunnel licht is, waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. En op een dag is hij achter in de stofzak beland en hij voelt naast zich een spin. Een vrouwtjespin. Een spinet. En hij zegt, maak je geen zorgen. Volg mij en ik breng je bij de uitgang.
Ze zegt, hoezo jou volgen? Nou, zegt hij, ik weet waar de uitgang is. Waarop zij zegt, waarom zit je er dan nog steeds in? Dan zei het begin van het feminisme eigenlijk al onmiddellijk. En ze komen erop uit dat ze naast elkaar in de tunnel lopen. Dag in, dag uit, tot op een dag, in een stofzak of een nacht, dat is nooit duidelijk, er een merkwaardig gerommel begint. Er wordt een klik, horen ze, en een gedoe. En opeens komt er een ongelooflijke hoeveelheid licht die stofzak binnen en ze klampen zich krampachtig vast. Ze voelen hoe de zak een paar keer tegen de muur geslagen wordt en weer dicht. Ah, wat een ruimte. Ze halen adem. Voor het eerst diep. Je kan zeggen dat ze zelfs... En opeens komen de kleine spinnetjes. En elke dag gaan ze met hun gezin die tunnel in en 's avonds voor het slapen gaan, zegt die vader tegen die kleine spinnetjes, af en toe hoor je gerammel. Af en toe hoor je gerommel, af en toe hoor je klik-klik. Dan komt er een ongelooflijk hoeveelheid licht. Dan moet je je verschrikkelijk goed vasthouden. Anders kom je in de hel. En al die spinnetjes die vouwen hun handen. En bidden dat ze nooit in de hel zullen komen. Tot op een dag dat gerommel gaande is. En bij een van die kleine spinnen een haar onder een van zijn oksels... onder een van zijn oksels een haak kriebelt. En hij is slap van lachen. Hij laat zich gaan. En hij verdwijnt in de hel. En 's avonds stelt die vader zijn kinderen. En hij mist er een. En hij vraagt, waar is die ene? En ze zeggen, nou, die kreeg een haar onder zijn oksels. En die kietelde en hij moest lachen. En hij liet los. En hij kwam in de hel. En die vader waarschuwde. Ik zeg het nog maar één keer. Lach nooit! Anders kom je in de hel. En al die... Ja, u moet het zelf weten. Die spinnen vouwen in handen. Maar na 2 dagen... komt er een klein spinnetje die stofzak binnengezogen. En die zegt, nou, dat van die hel is gelul. Dat is gewoon onzin. Het is precies hetzelfde licht aan het eind van de tunnel. Alles wat je moet doen, is loslaten. En je komt in de... En die vader slaat een hand voor zijn mond. En die belet hem het spreken. En die zegt, niet naar luisteren. Gevaarlijke praatjes. Oosterse filosofietjes. Niet naar luisteren. En die kleine zegt, toch is het zo. Oh ja, zei die vader. Dan zal ik ervoor zorgen dat je de volgende keer ook niet vast kan houden. En hij pakt een bijltje vanuit zijn riem. En hij hakt de pootjes van dat kleine spinnetje af. Zodat de volgende keer dat kleine spinnetje opnieuw... de hel in suist. Maar na een paar dagen rolt hij weer die stofzak in. Duidelijk zichtbaar, zonder pootjes. En hij zegt, toch is het zo. En die vader zegt, stom, ik had zijn tong uit moeten rukken in plaats van zijn pootjes afhakken. En hij zegt tegen die kleine spinnetjes, wie van jullie denkt dat je broertje gelijk heeft? En al die pootjes gaan allemaal de lucht in. En die vader die pakt zijn bijltje en die hakt al die pootjes van al die spinnetjes af. En opnieuw is het gerommel. En opnieuw is het klik-klik en opnieuw valt er een ongelooflijke hoeveelheid licht binnen. En daar zwermen al die kleine spinnen uit. Naar het licht. Naar het licht waar je webben kan spinnen en vliegen kan vangen. Als je pootjes had gehad. En in die stofzak blijft achter die oude conservatieve vader. Stof, zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. In 1947 moest het geweest zijn. Ik ben dan op dat moment 3,5. Mijn broer is 1,5 jaar ouder, dus hij moet 5 geweest zijn.
En mijn neef was mee, die was toen 10. En mijn opa en oma waren mee, de ouders van mijn moeder. Die woonden hier in Groningen aanvankelijk op de, even kijken waar zijn we, op de Hoge der Aa. Er is net een prachtig boek over verschenen. Daar staat het geboortehuis van mijn moeder in, Hoge der Aa. Mijn grootvader was ook nog wethouder van deze stad enige tijd. Had een confectiefabriek aan de Oosterhammerikade. Later zijn ze naar Haren verhuisd, maar dat wordt binnenkort Groningen. Daar liggen ze nu begraven. Ik weet niet of ze het ermee eens zijn. Dat is nog het ergste als je dood bent. Je denkt, ik ga mijn Haren begraven en opeens lig je in Groningen. En wij gingen met dat gezelschap, gingen wij in 1947 naar Terschelling. En ja, nu denk je meteen, leuk, Terschelling. Maar wat daar dan nu aan rederij Doekse heb, je geloof dat die een keer of 10-20 per dag heen en weer gaat naar Terschelling. Dat was toen nog niet zo. Ik weet niet precies meer hoe we er gekomen zijn. Dat kan ik ook niet weten, want ik was 3,5. Maar uit overlevering heb ik begrepen dat wij door koelies zo boven de hoofden werden wij dan naar Terschelling gedragen. Dan kwamen we in Westerschouwers, dan kwamen we aan land. En er stond dan die plaatselijke bevolking, die stond er dan met die koppen snellere blikken, stonden die ze aan de hoofd te kijken. En die vroegen dan als, kimme je met wan? En mijn grootmoeder zei, wij gaan hier vakantie vieren. Vakantie hadden ze nog nooit van gehoord. Nou, let maar eens in, zeiden ze. Ja, mijn grootmoeder wist ook niet hoe het moest. Maar de volgende dag lagen wij voor het eerst aan het strand. Zo. En de plaatselijke bevolking, behalve de mannen die op het vasteland werkten en de vissers die erop uit waren om de Waddenzee leeg te vissen, die waren op weg. En de rest die stond boven op het duin zo te kijken hoe wij dat aanlegden, vakantie vieren. En wij lagen zo met onze benen richting zee en lagen we zo plat achterover. En we hadden toen een uurtje gelegen en het wonderlijke was, wij gingen bij halverwege de vloed waren we gelegen. En opeens, terwijl het zeg maar nog helemaal niet getijdentechnisch vanzelfsprekend was, opeens trok de zee zich terug. Het water trok zich terug. Het werd eb, midden in de vloedsessie. Echt, die mensen, we hoorden onmiddellijk bovenop de duin. En mijn grootmoeder, die begreep dat die plaatselijke bevolking nog in geesten en fantomen en al dat. Dus die gaf mijn neef daar toen de schuld van. Die gaf hem een enorme lauw om zijn oren. En mijn grootvader, die zat op één lijn met mijn moeder, die gaf hem van de andere kant een lauw. Mijn broer en ik zaten op de lijn van mijn grootouders, dus wij schopten hem tegen zijn enkels aan. En mijn grootmoeder knikte zo naar de duin. Zo pakken wij dat hier aan. En die mensen waren gerustgesteld. 3 dagen later liggen wij daar weer aan die kust. En er komt vanaf zee komt er een krat van 3x3x3. Komt zo richting kust. Het is een zondag. En op een zeker moment krijg je dat prachtige moment dat hij de bodem gaat raken. En dat de branding hem dan opstuwt en dat hij nog 1 keer kantelt en dan misschien nog 1 keer. En daar staat hij. En die plaatselijke bevolking op zondag, maakt ze niet uit, met begerige juttersogen stormen met blote hand op die krat van waaibomenhout af en rukken hem uit elkaar. En op het strand vallen 60.000 pak 10 stuks maandverband. Uit Zweden waren die op weg naar Italië. Er was een ongelooflijke vraag naar een maandverband. En het schip had ergens een zandbankje geraakt. Die krat was overboord geslagen. Had zich in één klap volgezogen met water. Waardoor het bij ons leek of het opeens een app werd. En Fred zei, zie je wel dat het mijn schuld niet was? En toen heeft mijn grootmoeder daar een scène gemaakt, onwaarschijnlijk. Dat heeft zich in de geheugens van die Terschellingenaren geplant, want die hebben daar veel volkstoneel. En die scène kwam in allerlei stukken terug, of het nou Shakespeare, Molière of Pieter Langendijk was. Altijd kwam die scène terug en weer later is daar het Oerolfestival uit ontstaan.
Een houthakker. Een houtsnijder. Ik haal even twee nummers door elkaar, maar dat kan na zoveel jaar. Een houtsnijder had besloten om de guts aan de wilgen te hangen. Hij was bezig aan een kistje en hij dacht, laat dit mijn laatste werk zijn. En hij had het kistje voltooid en dacht, ik geef het aan de eerste, de beste passant die hier langskomt. En hij zat voor zijn huis, voor zijn deur en naast hem op het tafeltje stond een prachtig houtgesneden kistje, want het was een zeer vaardige houtsnijder. Hij had de troon van de koning had hij gesneden. En hij had de preekstoel voor de dominee gesneden. En hij had nog veel meer gesneden. En er komt iemand voorbij en zijn handen gaan al in de richting van het kistje om dat te schenken. Maar hij denkt, ach, het is wel de eerste, maar niet de beste. En hij laat het nog even staan. En op een zeker moment komt er een jongeling langs gewandeld. Laten we hem voor het gemak Prana noemen. En hij zegt tegen die jonge man, dit kistje is voor jou. En hij kijkt hem aan en hij steekt zijn handen uit. Ze zegt, nog even wachten. Eerst moet je de wereld rond. En als je de hele wereld rondkomt, dan krijg je niet alleen het kistje, maar dan krijg je ook de sleutel. Want in het kistje zit een geheim. En die jonge man die reist de hele wereld om. En die neemt het kistje in ontvangst en de houtsnijder wil hem de sleutel geven. En hij zegt, ik hoef die sleutel niet. Want op mijn reis om de wereld heb ik ontdekt dat alle geheimen die de mens aan de schepping en aan de wereld heeft ontfutseld, uiteindelijk zich tegen hem gekeerd heeft. Ik neem er genoegen mee dat er een geheim in zit. Lekker mooi zo. En die houtsnijder wil van die sleutel af en die gooit hem in de sloot. Want sleutels horen in sloot. En de jonge man neemt dat kistje mee naar huis en zet het voor zich op tafel. En de eerste dagen loopt hij er een beetje omheen en begint heel langzaam te fantaseren, misschien wel te mediteren ook, wat zou er nou in dat kistje zitten? En hij krijgt daar heel veel energie van, hij wordt daar creatief van. Er komen allerlei plannen, allerlei verhalen komen in zijn hoofd en alles is mogelijk, alles kan in dat kistje zitten. En hij zit soms uren per dag zit hij zo alleen maar te staren en de bakker komt langs en die kijkt door het raam en die ziet die jongen zo intens naar dat kistje kijken. En die belt aan en die zegt tegen de jongeman, wat zit er in dat kistje? En die jongeman zegt, nou dat ga ik je vertellen als je mij een brood geeft. En die bakker rent naar die kar, die haalt een brood en die geeft hem een brood. En die zegt, nou wat zit er in het kistje? En hij zegt, dat is geheim. Ja, zegt die bakker, nou ben ik nog niet klaar, maar wat is het geheim? Zal ik je vertellen als je me een krentenbrood geeft? En die bakker die rent naar die kar, die komt terug met het krentenbrood. En die zegt, wat is het geheim? Nou, zegt die jongeman, Prana, het geheim is dat als ik honger heb, dat er altijd wel een nieuwsgierige bakker langskomt die benieuwd is wat er in dat kistje zit. En die bakker die begrijpt die hint. Dus die wijkt niet erg uit en die krijgt te horen van zijn vrienden in de kroeg. Wat deed jij daar bij die jongen? En wat zit er in dat kistje? Nou, zegt die bakker, ga dat zelf maar aan hem vragen. En de groenteboer komt en die gaat eraan voor een paar kroppen sla en voor komkommer. De slijter gaat eraan voor een flesje jenever. En zo heeft hij, dankzij dat kistje, wordt opeens in zijn levensonderhoud voorzien. Het kistje is niet alleen een manier om zeg maar de dag door te brengen, maar verzorgt ook zijn lichaam en houdt hem in leven. En er belt een vrouw aan en die zegt, zal ik voor je het huis schoonmaken? Nou, dat is wel nodig intussen. Hij zegt, kom binnen. En na een dag poetsen en boenen, zegt ze, zal ik vannacht bij je blijven? En hij zegt, nou, dat lijkt me prima. En hij zegt, daar heb ik nog een klein slaapkamertje. En midden in de nacht wordt er op de deur geklopt. En zij belt aan en opeens begint er bij hem iets wonderlijks. En ze liggen naast elkaar in bed. En hij strekt opeens zijn hand uit. En zij duwt hem terug en zegt, wat is er? En ze zegt, je mag als je mij vertelt wat er in dat kistje zit. En hij slaat de deken weg en zegt eruit.
En een dag later, of een week later, of een maand later, wordt er aangebeld door iemand in een lange zwarte rok met zo'n witte boord. En hij doet de deur open en die man die zegt, ik zie dat je de hele dag naar dat kistje zit te kijken. Ik zie dat iedereen in de war is van het geheim dat erin zit. Nou, ik heb ook zo'n geheim. En daar vertellen we al jaren over, maar bij mij lopen ze langzamerhand allemaal weg. Als we jouw kistje nou eens bij mij in de kerk zetten en we maken er een gleuf in en we delen de opbrengst. En we krijgen allebei de helft van de misdienaren. En ook deze man wordt de deur gewezen. En dat kistje dat blijft dicht en het geheim blijft erin en hij weet niet wat het is. En op een dag komt hij na een wandeling thuis en hij ziet dat zijn huis, zijn voordeur is opengebroken. En hij komt binnen en daar staat een sergeant of een officier met een pelotonnetje soldaten. En die hebben het kistje opengebroken. Want zegt die officier, het was in het landsbelang. We zitten in een crisis. Het was in het landsbelang om te zien of daar misschien in dat kistje de oplossing voor onze problemen zat. Nou, ik kan u van een illusie beroven, het kistje was leeg. En opeens is dat kistje wat dicht nog alles was, niets. En hij komt tot de conclusie dat dat het geheim is. Alles is niets. En hij belt die vrouw en zegt, heb je zin om met me naar bed te gaan? Zij zegt, wat is het geheim? En hij zegt, alles is niets. Oké, zegt ze, kom eraan. En ze krijgen een kind. En als het kind 10 jaar is, wijst het naar het kistje op de schoorsteenmantel en zegt tegen de vader, wat zit daarin? En die vader zegt, maak maar open. En het kind maakt dat kistje open en haalt er een briefje uit. En op dat briefje staat, alles is geprobeerd. Niets werkt. Doe niets. Overal komt narigheid van, nergens is vrede. Wees nergens. Iedereen is boos. Niemand is tevreden. Wees niemand. Paul, de muziek van de dans kan aan. Thank you.
ben, denk ik, in... Nou, 1956, 57, 56, van mijn geloof gevallen. Op 11-jarige leeftijd. Het was in Zaandam. Het was eerste paasdag. Mijn vader had verzonnen om de eerste paasdag, 's morgens vroeg, buiten voor de kerk onze vreugde te tonen over de opstanding van de Heer. En zo stonden we met een mannetje of 700 voor de deur van de Westzijde Kerk in Zaandam en zongen daar: daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Opgegaan of opgestaan, dat weet ik niet precies. Opgestaan is weer een ander lied. Ik heb geen zin om op te staan. Het is maar goed dat Jezus dat op eerste paasdag niet gezongen heeft. Dit soort grappen kun je over de profeet nog niet maken. Maar die is ook niet opgestaan. En wij staan daar uit volle borst te zingen. En opeens wordt er in een belendend perceel een raam omhoog geschoven. Door een klein pick-upje wordt er op de vensterbank gezet. Er wordt een arm van een pick-up uitgetrokken. En de naald wordt in de eerste groef gezet. Ik zeg dit even in detail, want we hebben 6 jonge mensen in de zaal. En die denken, waar gaat het over? En die naald belandt in de eerste groef. En wij horen boven ons gezang uit. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, rock. 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, rock. 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock. De verbijstering, de ontzetting, de woede, de verontwaardiging die er... Zeg maar, je hebt wel eens een keer dat er een aanslag is waarbij 90 man zomaar weggemaaid worden. En dan is die hele... Nou, zo ongeveer werd gereageerd op dat muziek. En mensen waren... Woed! Hoe moet het verder met de wereld als dit gemeengoed gaat worden? En ik weet nog heel goed, we dropen eigenlijk allemaal af. En mijn vader stond de rest van de dag in de erker te wachten tot die mensen over dat plein zouden aankomen om hun excuses aan te bieden. En eindelijk 5 uur 's middags was het zover. De bel ging. Bij ons thuis, als de bel ging, dan hadden wij 5 soorten gastvrijheid. 1 was rustig laten gaan. 2 was door het raampje kijken wie het was en dan door de brievenbus roepen, we zijn er niet. 3 was voor in de hal ontvangen, 4 was in de kamer van mijn vader en 5 als je erg intiem was, dan kon je in de woonkamer komen. Dit gevalletje werd door de brievenbus afgewikkeld. En mijn vader kwam opgelucht de kamer binnen, ze hadden hun excuses aangeboden. En hij was blij. Ik ben vergeten mijn manjo uit te doen. Ik dacht opeens, wat is het te warm? Ja, u lacht nu, maar die dingen komen allemaal vanzelf zonder dat je er erg in hebt. Gebeurt, speelt zich dat allemaal af. We hebben in het museum inmiddels ook een meneer gehad. Die kwam naar mij toe gelopen en die zei, ja... Hij was de hele tijd iets aan het opschrijven op een blaadje. Hij zei, ik heb Alzheimer, maar... Dat merkt u niet. Ik zelf ook niet trouwens, zei hij toen. En mijn vader zei, er is nog hoop. Ze hebben hun excuses aangeboden. Ze hebben zich nederig getoond. Ze hebben aangegeven, te kennen gegeven dat dit te ver ging. En ik weet nog heel goed, ik had in die tijd een krantenwijk. Ik bezorgde Trouw in de Zaanstreek. Dus dat betekende 8 kranten op 50.000 inwoners. En van het geld had ik mijn eerste grammofoonplaatje gekocht. En ik zei tegen mijn vader, luister even, het was op een zaterdag, hij wilde net aan zijn preek gaan.
En we hadden een nieuw pick-up. En ik doe precies hetzelfde. Ik trek die arm uit. En ik zet die naald in die eerste groef. En mijn vader hoort... 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, rock. Die blik. En die afstand tussen ons. En zeg maar binnen een week van dat brave jongetje dat er op dat kerkplein uit volle borst stond te zingen. Naar dit moment waarop ik mijn vader alleen maar zijn hoofd zag buigen en die deur dicht zag klappen. Goh, ik heb vaak gedacht als dat moment nou nog eens terug te draaien was geweest. Nu, hè, dat je erover in gesprek kon gaan. Dat je kon uitleggen wat er gebeurd was. Jij van jouw kant en mijn vader van zijn kant. Die natuurlijk al de bui van de ontkerkelijke en de secularisatie zag hangen. We waren opeens, er lag een oceaan van onbegrip tussen ons. Een paar dagen later of een paar weken, doet er na zoveel jaar ook niet meer toe. Een paar weken later viel er bij ons thuis een brief op de deurmat. Of was het nou voordat dat gevalletje? Nou ja, dat weet ik niet. Het is misschien ook niet zo belangrijk. Er viel een brief op de deurmat van de AVRO. De AVRO, even voor de jongeren in de zaal. Algemene Vereniging Radioomroep. Dat waren de liberalen, zal ik maar zeggen. Die hadden hun eigen omroeporganisatie. En die hadden 2 keer in de week hadden ze uitzending. Op dinsdag en op donderdag. En dan hadden ze een morgenwijding geprogrammeerd. 'S morgens om 9:50. Dat was de radio, dat was toen het ding. Je had om 8:00 begon het nieuws. Moet je je voorstellen, de hele nacht was er geen nieuws. Hele nacht niks. En niemand die radeloos rechtop in zijn bed zat, wat zou er aan de hand zijn? Nog mensen gingen slapen. En er was 3 keer per dag nieuws en 3 keer per dag een weerbericht. Moet je je voorstellen, 3 keer per dag. Dat je dacht, in godsnaam, wat is er een code oranje? Je wist het niet, je deed maar wat. Mensen hadden allemaal een paraplu bij zich, want ja, je kon het niet weten. En dan had je om 8:15 had je het programma non-stop rechtdoor naar school en kantoor. Ja, dat was wat, hè. Dat was nog even naar de hoeren. Nee, non-stop rechtdoor naar school en kantoor. En als dat afgelopen was, dan kwamen de waterstanden. De waterstanden, nou, daar zaten wij in de huiskamer, daar hielden we elkaars hand vast, hoor. De waterstand, daar hebben we veel van geleerd. Want dan en dan nu de waterstand van hele morgen 9:00. En dan bleef het heel lang stil. Bleef gewoon heel lang stil. En dan was het niet zo dat je meteen een andere zender zocht of ging zappen of zo. Nee, je wacht rustig af. En dan hoorde je na 1 minuut of 3, Koblenz, Koblenz. En dan keek je elkaar aan, Koblenz. En dan zei die man, 450 plus 5. En dan zei mijn broer, dat is 455. Zo hebben wij thuis rekenen geleerd. Dankzij de waterstand. En dan kwam op een zeker moment dat je graven beneden de sluis. En dan had mijn vader altijd een leuke opmerking bij. Ik weet niet meer precies wat hij dat zei. En dan om 9:50 kreeg je de morgenwijding. En dan daarna kreeg je de arbeidsvitamine. Arbeidsvitamine. En ja, nou ja, de arbeidsvitamine, dat was gewoon het programma, zeg maar, dat voor de wederopbouw van dit land, dat daar heel veel aan heeft bijgedragen. De mensen werden daar werklustig van. Ik sta op wacht van Joop de Knecht. En Ramona van de Blue Diamonds. En natuurlijk niet te vergeten, brandend zand van Anneke Kreunen. En die brief van de AVRO, dat was een verzoek aan mijn vader, of hij, dominee A. de Jonge, hervormd predikant in Zandam, of hij bereid was voor de AVRO-microfoon de morgenwijding te verzorgen. Nou, ik weet wel dat in ons gezin insloeg als een bom. Dat het niet zozeer de AVRO als wel, want het was natuurlijk regelrecht het werk van God zelf, die had in zijn alwetendheid en in zijn alkunnendheid de AVRO opgedragen om nu mijn vader eens in te schakelen, om een eind te maken aan die goddeloze, zedeloze toestand in ons land. En natuurlijk eigenlijk in de hele wereld. Maar dat moest dan later zijn weg vanzelf vinden. Maar eens beginnen met een morgenwijdingje. Ongelooflijk. Ja, het was het gesprek van de dag.
En op zeker moment, dag vier van de, voordat het zover was, belde de AVRO zelf met mijn vader om nog even het een en ander te regelen. En toen vroeg die man van de AVRO, hebben de jongens misschien zin om mee te gaan naar de studio? En er kwam nog bij, u wordt afgehaald met een limousine van de AVRO. Ik zie dat Volkswagentje nog voorrijden, het was echt ongelooflijk. En we hadden tegen onze vrienden geroepen, we gaan voor de radio. En mijn vader, en we worden afgehaald. De hele straat stond zwart met vrienden. En die stonden allemaal zo, en die zagen ons in die Volkswagen staan. Die chauffeur, die was in paniek. Die chauffeur was in paniek, want wat was er gebeurd tussen Hilversum en Zaandam? Had je het Noordzeekanaal? Nou ja, zou je zeggen, nu het Noordzeekanaal, ja, so what? Nou, dan kon je toen nog niet met een brug, kon je gewoon met de auto overrijden. Dan moest je met een pont. En dat verkeer, dat werd ook steeds drukker. Dus er stond, zeg maar, vanuit de richting Amsterdam naar Zaandam, stond daar een file tot aan de elektriciteitscentrale. En die chauffeur die had gedacht, nou ja, Zaandam, dat is 50 kilometer, om een dode, maar die raakte opeens. Hij zei, we halen het niet! Dus wij allemaal snel die auto in hebben. En inderdaad, van de andere kant van zeg maar, richting Alkmaar, Zaandam, naar Amsterdam, stond een navenante file tot aan Koog aan de Zaan, tot aan het station Koog-Zaandijk. En wij komen daar, wij voegen ons daar zo tussen. En mijn vader zei, jongens, aan de slag. En wij wisten meteen wat we moesten doen. Wij stappen uit en tikken aan op zo'n ruitje en zeggen, mijn vader moet zo dadelijk de morgenwijding voor de AVRO verzorgen. Zouden wij misschien voor mogen? Mijn vader moet zo dadelijk... En zo moesten we 700 auto's moesten we af. En we komen aan bij de pont en verdorie, die vaart voor onze snuffert, vaart die weg. En wij roepen, kapitein! Mijn vader moet zo dadelijk vooruit, we zijn te laat. Kom terug, verdomd. Die pont kwam terug. Sterker nog, hij ging eerst even naar de andere kant en kwam toen terug. Ongelooflijk. En we kwamen aan. We kwamen aan bij de AVRO-studio, onvergetelijk. We waren veel te laat. Jan Boots, een enkeling van u, zal hem herinneren, zich van hersengymnastiek. Die was toen studiochef en die zei, dominee, schiet op. En wij allemaal op een holletje. En toen vroeg hij, terwijl wij allemaal zo de gangen liepen. En we kwamen allemaal bekende radiomedewerkers tegen, die je nog niet aan hun gezicht kon herkennen, maar wel aan hun stem. Dat je dacht, opeens bekende stem. Bekende stem. En toen vroeg Jan Boots aan ons, willen de heren, hè, dat was dan in die tijd een beetje een neerbuigende betiteling van jongens, willen de heren erbij in de studio of blijven ze liever in de controlekamer zitten? Nou, mijn broer die nogal bescheiden en verlegen en ingetogen van aard is, die zei, laat mij maar in de controlekamer. Maar ja, ik heb een hele andere instelling. Ik heb fantasie, ik kijk vooruit. Ik denk, stel je voor dat het vader, hem nu het God behaagt, hem in die verantwoordelijke positie te stellen om zeg maar, de hele sfeer in Nederland en later in de rest van de wereld, dat hij opeens, zeg maar, dat het hem te machtig wordt. En dat hij zijn stem kwijt is. En dan kan ik mijn vader opzij duwen en dan kan ik het overnemen. Wat ik eigenlijk de rest van mijn leven gedaan heb, zal ik maar zeggen. Dus ik zeg, nee, ik ga wel mee de studio in. En mijn vader neemt plaats en hij had te horen gekregen, dominee, als het rode lampje gaat branden, dan kunt u beginnen. En ik neem plaats, ik sta zo tegen een lambrisering geleund. En ik inspecteer even de ruimte op onvolmaaktheden die een soepel verloop van de morgenwijding in de weg zouden kunnen staan. En opeens zie ik op dat lampje, dat weldra op rood zal springen, een ongelooflijke grote vlieg zitten. Ik denk, nou ja, laat maar zitten, niks aan de hand. Zolang hij daar zit, heeft niemand er verder last van. Niet ongedurig maken dat beest. Dus ik blijf zo rustig geleund zitten. En het lampje springt op rood. En ik denk, hoe is het mogelijk, na al deze voorbereidingen, het werk van God dat zo vaardig gelopen heeft, en hij opeens... En al die mensen in de huiskamer die denken, hé, wat is daar aan de hand? Storing, ik ga even naar Hilversum 2. En op hetzelfde moment realiseerde ik me, die bromvlieg kan niemand anders dan de duivel zelf zijn. De Satan in bromvliegvorm.
En er kwam gelijk een stem in mij die zei: sta op en vernietig de Satan. Ja, hoe kon ik die stem weerstaan? Eerst probeerde ik nog die vlieg met mijn... Ik had net toevallig een programma gehoord van een hypnotiseur, Rasto Rastelli. En die kon met zijn ogen een mens helemaal onder hypnose brengen. Dus ik probeerde met die vlieg. En ik maakte een paar bewegingen met mijn hoofd en ik zag die vlieg wel zo gaan. Maar uiteindelijk belandde die op de rug van mijn vader. Want ik weet nog dat ik dacht, gerust te zitten. Dat kan geen kwaad. Mijn vader voelde hem niet. Die had zo'n tweetjasje aan met dubbele coating. Dat was helemaal geen probleem. En opnieuw kwam daar die stem. Sta op en vernietig de Satan. Ik was weerloos. Ik stond op. En mijn hand ging, zonder dat ik er iets aan hoefde te doen, gestuurd door de Almachtige omhoog. En die ging erachter, zover dat ik hem nog nooit erachter had. En ik haalde voluit, mijn vader sloeg voorover, met zijn kop tegen de microfoon. En ik hoorde dwars door het glas van de controlekamer roepen: gooi de arbeidsvitamine er maar in! En ik weet nog hoe we op het station van Hilversum stonden, want ze waren niet van plan ons met de limousine terug te brengen. En mijn vader stond op het eerste perron, mijn broer stond op het tweede en ik stond op het derde perron. Zo was de sfeer. En toen we uiteindelijk in Zandam aankwamen, mijn moeder stond in de Parkstraat voor de pastorie buiten en wij kwamen daar met z'n drietjes zo aangelopen. En mijn moeder strekte haar hand uit om de envelop met het honorarium in ontvangst te nemen. En mijn vader begon al 6 huizen van tevoren, begon in zijn hoofd te schudden. Had niks gekregen. Nee, dit was nog voor die gebeurtenis op dat kerkplein. Want ik weet nog wel hoe ongelooflijk solidair we met mijn vader waren. En hoe ongelooflijk we ervan overtuigd waren dat hoe dan ook God een keer grip zou krijgen op dit goddeloze land. Nou slaan we een paar jaar over. Ik heb inmiddels een carrière van heb ik jou daar zodanig dat ik een tweede huis in Frankrijk heb. Ik ga me daar niet voor schamen. Waarom zou ik? Daarvoor is het veel te comfortabel en te plezierig. Inmiddels heb ik het verkocht, dat zeg ik er dan maar even bij. En dan ontstaat het probleem, wat ga je nou verder met dat geld doen? Want rente heb je niet meer. Dus kan je net zo goed een tweede huis hebben. Enfin, hoe dan ook, er is altijd ellende als je geld hebt. Dat is het vervelende van. Dat heb ik al ontdekt. Maar goed, ik ben op weg naar dat tweede huis. Ik rijd op de Route du Soleil. Heerlijk, mijn vrouw zit naast me. Ik vind het mooiste, wij rijden heel veel in de auto. Ik kan er niet genoeg voor krijgen om naast haar in die auto op weg te zijn. En ja, met welk idee, dat doet er eigenlijk niet zo toe. De bestemming, we gaan. En opeens hoor ik rinkel de kinkel. Het was in Frankrijk, rinkelen de kinkel hoor ik opeens. En ik denk, non de jus. Dat zou wel eens mijn knalpot kunnen zijn. Want die was al een tijdje een beetje aan het bengelen onder het chassis. Dus ik zet de auto aan de kant. En ik loop naar de weg en ik raap dat ding zo. Godverdomme. Dat is heet. Wij mensen, wij hebben totaal geen verstand van hoe dat allemaal in het. En intussen groeit die file al aan en er wordt getoeterd. En dan krijg je die sfeer van met die drie existentiële vragen. Een mens moet lijden. Die schepping zit fantastisch geraffineerd in elkaar. Wij mensen moeten lijden. Waarom? Want als we niet zouden lijden, zouden we onszelf geen existentiële vragen stellen. Als we de hele dag, zeg maar, in de dancing en maakt niet uit, dan zouden we nooit één spat wijzer worden. Door wat ons overkomt, worden we gevormd. En ik sta daar met die knalpot in mijn hand en ik stel drie existentiële vragen. Waarom ik? Waarom hier? En waarom nu? Pourquoi moi? Pourquoi ici? Et pourquoi maintenant?
En we gooien die knalpijp en Chateaubriand en Chanteau. En iemand die toevallig weet hoe dat in het Frans is. Chateaubriand, hè, zoiets. En die flikker ik achter in de kofferbak. En we gaan naar luid knallend gaan we die rustige streek in waar dat tweede huis dan staat. Staat altijd in rustige streken. En ik bel met de garage en ik zeg, j'ai des problèmes avec mon échappement. Je veux fixer très vite parce que c'est de trop beaucoup de malheur et de bruit. Et c'est, ja, wow, excusez-moi, ils sont des graves. Et tout le personnel est en vacances, c'est pas impossible, peut-être 10 jours. Dus ik dacht weer, waarom hier en waarom nu? Maar ik breng die auto weg en die man die zegt, het gaat 10 dagen duren, u wordt wel gebeld. En wij maken van de gelegenheid gebruik om iets aan onze tuin te doen. Dat heb je anders niet, want dan heb je die auto en dan ga je tripjes maken. Maar nu hadden we geen enkele uitvlucht meer, de tuin. En dat gras, en daar moest iets aan gebeuren. Dus nou hadden wij daar een buurman, een boer, Francis. En die had de zeis, dus ik even naar de buurman. En ik zei, zet... Nou ja, eerst begon ik met L.E., hè, dat is de letterlijke vertaling van ze is. En... Dat begreep hij niet. Ik zei nog, spreek je geen Frans? Nou, en uiteindelijk ging ik met zijn zeis en ik voelde zijn ogen in mijn rug prikken. Hè, want ja, zo'n zeis, dat is geen lolletje. Want ik, als kind was ik op de boerderij in Friesland. En dan zei die boer eigenlijk maar één ding. Hè, kijk uit voor de... Ze hang de zeis altijd zo hoog mogelijk weg, zei die boer. En dus Francis pakte de zeis van een haakje op bij de hooizolder en die gaf die zeis aan mij. En ik weet wat ik begon te hakken en het was niet om aan te zien en ik kreeg een kramp. Want kijk, als ik het op toneel doe, hè, dan denk je, nou, die kan wel zeisen. Maar nou met het ding in de handen op een grasveld met hele lange stengels. Dat is werkelijk rugbrekend. Fijn, ik was al na een minuut of 10 klaar. Ik zet die zeis tegen de muur. En de volgende dag, ik weet nog wel, er was s'nachts een onwaarschijnlijk onweer. De volgende dag wordt er gebeld. En als je een tweede huis hebt en er wordt gebeld, dan normaal gesproken meteen onder de vensterbank duiken. Want het zijn ofwel vrienden of erger nog familie. Want met de buren heb je geen contact. Uiteindelijk er wordt nog een keer gebeld en mevrouw zegt, ga nou maar naar beneden. En ik ga naar beneden en dan altijd met een iets te klein handdoekje, hoe dat kan, dat weet ik ook niet, die handdoeken zijn dan op dat moment. Dus ik sta daar beneden met die handdoek. En wat dat betreft ben ik wel blij dat ik geen Fransman ben, want die praten met hun handen. En dat hebben wij Nederlanders niet zo. Misschien zijn we van huis uit wel handdoekenophouders. En ik doe de deur open en er staat een Fransman die zegt, Francis est décédé. En ik weet wel dat, ik zei, nou ja, je me excuus, ik weet niet waarom ik dat zei, maar ik liep dat huis om. En ik liep het nog een keer om. En ik dacht, ik weet toch zeker dat ik die zeis daar tegen die muur had gezet. En ik werd gestraft voor de eerste les die ik in mijn kinderjaren had meegekregen. Hang de zeis na gebruik zo hoog mogelijk weg. Enfin, 3 dagen later word ik gebeld. Wat er wat duur en prij. En ik zeg, j'arrive. En ik ga op mijn fietsje naar beneden, naar de garage. Ik flikker mijn fietsje achter in de auto en ik rij de berg op. Fluitend. Denk na over wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik heb opeens het gevoel dat het een en ander toch niet allemaal voor niks is geweest. Dat er toch iets van een
hoe klein ook een bepaalde boodschap is. En ik rijd door een klein dorpje, dat heb je vaak bij tweede huizen in Frankrijk, dat er een klein dorpje in de buurt is, met een pittoresk kerkje. En ik wil zo de bocht omslaan, zoals je dan van nature doet, want je weet, van rechts komt niks. En ik zie dat op de stoep van dat kerkje, daar staat een man. Er staat een Fransman, die staat daar met brede gebaren, staat hij iets, zo'n blauwe broek aan en zo'n hemd met zonder mouwtjes en zo'n baretje op zijn kop. En hij staat daar iets te beweren. Je ziet zijn brede gebaren, zie je, en zijn stem en zijn mond beweegt. En ik draai dat raampje naar beneden en ik hoor niks. Dus ik denk, weet je wat, ik ga even luisteren. Dus ik zet mijn auto tegen de boom en ik loop zo naar hem toe. En ik ga daar staan en ik zie dat hij een mimespeler is waarschijnlijk. Hè? Marcel Marceau. Het is een mimespeler en aan zijn gebaren kan ik zien dat hij het verhaal vertelt van de verloren zoon. Opeens denk ik, ja, waarschijnlijk is het de plaatselijke doofstomme. Die niet alleen doofstom is, maar ook nog. Dus ik ga een beetje geamuseerd staan kijken. Maar op een zeker moment pakt dat verhaal mij. En de manier waarop hij dat verbeeldt, trekt mij naar hem toe. En opeens begint die gedachte die ik eerder in die auto had te werken. Wacht eens even. Die uitlaat is er daar afgevallen, die is naar die garage gebracht. Dat duurde 10 dagen en dat dus werd precies vandaag gebeld. Omdat ik langs deze plek moest komen waar deze man een boodschap voor mij heeft. Heel gek. Het was opeens zo zuiver en zo vanzelfsprekend. Opeens had ik het gevoel dat gesprek dat jaren geleden met mijn vader had moeten plaatsvinden. Dat ik dat het plaatje had opgezet. Dat is nu als het ware afgerond. Ik begrijp het. Hier. En nu is nederigheid geblazen. Hier en nu kom ik terug in de moederschoot. En ik ga door de knieën, werkelijk waar. Ik kan mezelf, als ik er achteraf aan denk en nog geen 5 minuten ervoor, kon ik me nauwelijks voorstellen dat ik zoiets zou doen. En ik ga zo naar die man toe. En ik ben vlak bij hem. En hij kijkt zo naar beneden. En hij zegt, un instant. Want ik dacht toch knap voor een doofstomme. Dat weet ik nog wel dat ik dat dacht. Un instant. En hij draait zich om. En hij loopt die kerk in en verdwijnt op een zeker moment in het duister bij het altaar. En ik zit daar te wachten en ik hoor achter mij de stemmen van de lokale bevolking die een beetje meesmuilend op sigaretjes staat te kauwen. En met een stokbrood onder de arm en een fles wijn in de andere hand naar mij staat te kijken. En opeens verschijnt dat mannetje weer in het licht. En hij komt terug en hij heeft iets in zijn hand. En ik denk, het zal toch niet waar zijn. Die komt mij hier, in al mijn nederigheid, voor mijn bekering, komt hij mij iets geven. Wat is het toch ongelooflijk. En ik strek mijn handen naar hem uit. En hij legt in mijn handen een mandje met 2 kaarsen. En ik zeg, merci. En hij zegt, c'est 10 euro. En ik denk, Godverdomme. Ik heb ooit eens een verhaal verteld over een kistje en over een pastoor. Hoe is het nou mogelijk? Ik ben nu zo ver, ik ben volkomen klaar, ik wil. En nu, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ik pak mijn portemonnee, ik heb niks met geld en ik smijt die portemonnee naar hem toe, die kerk in. En ik denk, oh wacht, mijn creditcard zit erin. Dus ik weer terug die kerk in, mijn creditcard eruit gehaald. En ik flikker dat mandje met die kazen in mijn auto. En met piepende banden scheur ik dat dorp uit. Ik zie in mijn achteruitkijkspiegel zie ik die plaatselijke bevolking honend lachen. En ik moet even de auto in de berm zetten. Ik moet even bijkomen. Weer even die vragen voorbij laten komen. Waarom ik? Waarom hier? Waarom nu? En op dat moment gaat de mobiele telefoon. Mijn vrouw. Standaard vraag, waar ben je?
Ik zeg, ik zit iets buiten de bebouwde kom van La Range. En ik zit even na te denken wat ik verder met mijn leven moet. Waarop mijn vrouw zegt, je hebt je toch ook niet een mandje met twee kaas laten aansmeren? Een uur later zitten we aan de avondmaaltijd. Er branden op tafel vier kaarsen. En in de open haard smeulen twee rietenmandjes. Dank u wel. Ik zou, als ik u was, nog een keer naar die tentoonstelling komen. Elke dag vertel ik een verhaal, elke dag zing ik een lied. Ik praat met mijn vrouw, er komen gasten. Vandaag hadden we Louise Fresco. Kom niet dit weekend. Het wordt heel druk. U woont in deze stad, kom lekker op dinsdagmorgen als er niemand is. Zet er een boom. U kunt zich vast nog wel herinneren. Ik vraag me namelijk even af. De laatste tijd veel vragen, ook weer in het museum. Mensen vragen de gekste dingen. Mag ik met u op de foto bijvoorbeeld? Maar ook een vraag die ik regelmatig te horen krijg is... Hoe zou Trump zich voelen? Nou, volgens mij picobello. En dan kijken ze je aan. Ja, is dat nou wel zo? Is die niet eigenlijk verschrikkelijk in paniek? Is die alleen maar bezig te overleven van dag op dag? Hoe voelt... Trump zich. In 1969 maakte ik deel uit van een cabaretduo dat heette Nederlands Hoop in Bange Dagen. Dat is even voor de jonge mensen in de zaal. Ik had een vriend, Bram Vermeulen, een topvolleyballer. En dat was ook de reden waarom wij vrij snel heel goed en heel bekend werden. Want dat kwam door zijn ijzeren discipline en zijn geweldige concentratie. En wij hebben veel opgetreden. En ik herinner mij 1969. Hij speelde toen nog volleybal. Hij zat in het Nederlands team. Hij heeft geloof ik iets van 150 interlands gespeeld. Ongelooflijk. Hij werd wel eens de Cruijff van het Nederlands volleybal genoemd. Bram. En wij waren in Zeeland, Walcheren. En we hadden opgetreden in Goes, geloof ik. Moet goed geweest zijn. En wij logeerden in Middelburg. En het was de nacht van de maanlanding. Even voor de jeugd. Op een zeker moment zijn ze met een raket naar de maan gegaan. Er zijn een paar mannen uitgestapt. En die hebben laten zien hoe makkelijk je daar kon springen. En toen zijn ze weer teruggegaan. Verder is daar niks mee gebeurd met die... Maar er was toen, dat kun je je voorstellen, een ongelooflijk gedoe. En ik weet wel, wij reden door over Noord-Beverland. En opeens herinneren we ons, de maanlanding. Hij is op tv. En we zagen een lichtje branden bij een boerderij. En we dachten, nou ja, we belden aan. En we zeiden, wij zijn Nederlands op in Bange Dagen. Mogen we hier even naar de maanlanding kijken? En er stond een boer in en die zei, hoezo maanlanding? Nou, er is een raket en die hebben ze naar de maan geschoten en er stappen straks twee man uit en dat is live op televisie. En die boer, nou zo dat, zo ja. Want ik weet nog dat die boer zei, televisie, wat is dat? Dat gaat heel goed. En uiteindelijk zitten we daar in die maanlanding te kijken en ik weet wel, het was inmiddels een uur of... Pak een beetje, uur of 12, 12:30, 1:00. En Bram zei, ik moet naar bed, want ik moet zaterdag in Turkije een volleybalwedstrijd spelen. Maar ja, voor mij was dat dan nog veel te vroeg. En ik heb een paar jaar in Goes gewoond. Dus ik kende Vlissingen heel goed. En dat ging er even om, waar moet je in Zeeland naartoe? Midden in de nacht, als je tenminste nog wat drinken wil. De kroegen sluiten in Zeeland om 5:15. Tenminste, in die tijd, hè, want de barkeeper wil graag met zijn gezin eten.
En om dan nog weer helemaal terug naar de zaak te rijden, had hij ook niet veel zin meer. Maar er was in Zeeland en in Vlissingen met name één kroeg 24-7 open. En dat was de Sociëteit van het Koninklijk Vlaams Loodswezen. Het KVL. En ik wist dat uit mijn goeste tijd. Dus ik klop daaraan, Sociëteit, luikje gaat open. Wie bent u? Ik zeg Nederlands Hoop in Mange Dagen. Oh, kom gauw binnen. En ik naar binnen, wat nog een hele toren was, een vrij klein luikje. Maar goed, ik naar binnen. En ik kom daar in de gelagkamer. Werkelijk een onwaarschijnlijk mooie ruimte met twee kolossale biljarts. Eén gewoon, zeg maar, een libre driebanden biljart met vier banden. Lampen erboven die dat groene laken zo prachtig doen opschijnen. En daarnaast een biljart van dezelfde afmeting met zes gaten rondom. Een snoekerbiljart. En aan de bar, prachtige en helemaal gelambriseerd, prachtige koperen lampen boven de bar, zo'n mooie stang. Op de en daar zit aan die bar zit een loods, koninklijke Vlaamse loods. Die zit met een glas bier, dat houdt hij in zijn handen, dus heeft hij zo schuin dat het bier er net niet uitloopt. Zit daar te pitten. En ik tik hem wakker en ik zeg tegen hem: waar is hier het toilet? En hij zegt tegen mij: ik ga u een keer gaan wijzen. Ik ga u even wijzen. Ik zeg: is het zo ingewikkeld? Hij zegt: hoezo? Ik zeg: nou, dat er een loods mee moet om mij naar de toilet te brengen. En Belgen hebben een heel apart gevoel voor humor. Hij snapte dit niet. En wij gaan samen naar het toilet en nou ja, daar sta je dan zo naast elkaar, sta je daar te plassen. Ik weet wel, in die tijd voor mij geen enkel probleem. En daartussendoor, dat was een soort plek waar mannen elkaar ontmoeten en vrij uit met elkaar stonden te praten. Tegenwoordig duik ik zo snel mogelijk het gewone toilet in, deur achter me dicht. En dan sta ik daar met moeite sta ik te kijken, want ik moest net nog geweldig, maar opeens niet meer. Hoe kan dat nou? Ik kom wel eens bij Van der Valk daar in Drachten, waar het ook altijd gedoe is. En ik sta daar maar. En er komt een man binnen en die zegt: bent u er alweer? Ik zeg: nee, ik ben er nog. En het is daar altijd gedoe met cursussen en examens. En er komt een man met zo'n iPad binnen. En die zegt tegen mij: ach, zou u even mijn lul uit mijn broek willen halen? Het is een hele wonderlijke plek, dames. En er gebeuren rare dingen. En wij krijgen een gesprek en wonderlijk genoeg, het gesprek wordt dieper, we drinken wat, nou ja wat, we drinken de een naar de ander. En op een zeker moment is die loods heel amicaal, die heeft zijn arm om me heen geslagen. En die zegt tegen mij in het West-Vlaams: kijk, ga u een keer uitlaan wat het verschil is tussen schepperen en loodsen. Ja, tussen schepperen, ga schepperen, dan geschepperd he. Dat je met een bootje hangen voor. En dan gebeurt dat je niet verder kunt. Hè? Omdat er onder water een bobbeltje ligt dat de voorste even niet heeft kunnen zien. En dan mogen we terug en dan mogen we een beetje opzij en dan mogen we weer vooruit. Maar je weet niet hoe breed het bultje is. Dus kapper zijn dat je er weer tegenaan valt. Hè? En dan mogen we weer een stukje terug en dan opeens kun je. Dat is schepper. Maar ga ook loodsen. En als je kunt loodsen, dan heb je geleerd in de boeken woordenbultjes leggen. En dan kun je er precies omheen voor. En hij heeft het nog niet gezegd of hij barst in huil uit. Ik zeg: wat is er aan de hand? Hij zegt, mijn huwelijk is op de klippen gelopen. Ik zeg: hoe kan dat nou? Ja, hij zegt: ik dacht ik aan schepperen, maar het is toch een kwestie van loodsen. En ik complimenteer hem voor die wijze les. Ik denk: nou ja, dat kan ik mijn hele leven kan ik daarmee mee aan de slag. En we drinken nog wat. En we drinken nog wat. En ik voel aan hem dat hij moe is. Maar ik hou hem overeind door flink te klinken steeds. En opeens valt hij voorover en weer dat glas. En weer precies tot aan de rand. En ik kijk voor me uit. En opeens komt die barkeeper in paniek aangerend. Hoor! Een schip op de reden van Vlissingen gearriveerd.
En dat schip dat zit boordevol nucleair afval. En dan moet ons de zoogebied naar Antwerpen om verwerkt te worden. Er is geen seconde te verliezen. Maar ja, we hebben geen loods. Hè. De nieuwe shift komt morgen om 7:00 binnen. En ik zeg, ja, maar daar zit er nog één. Ik zeg, wacht maar even, geef me een kop koffie. En die barkeeper geeft een kop koffie en ik gooi dat zo in het gezicht van die loods. En dan komt een beetje half versuft. Ik zeg, geef me er maar even suiker bij. En ik gooi er twee suikerglotjes achteraan. En opeens zegt hij, wat is er? Ik zeg, er is een schip op de reden van Vlissingen. En het zit boordevol nucleair. Dat moet toch zo denken dat je dat kunt? Hij zegt, gij gaat mee. Ik zeg, ik? Wat heb ik ermee te maken? Ik kan niks. Hij zegt, gij gaat mee. Ik denk, nou ja. Dus wij lopen over de boulevard van Vlissingen. Lopen wij richting loodsbootje. En dat was ongelooflijk, want dan heb je zo'n loodsbootje dat daar zo kabbelend op de golfjes ligt. En wij staan daar zo, zeg maar, zo tegenover. En dan moet je op het juiste moment opstappen. En op een zeker moment varen we. We varen. En we varen in de richting van een kolossaal. Ik heb nog nooit zoiets groots gezien. We komen bij een onwaarschijnlijk schip. Ik weet niet hoeveel ton, heb ik geen idee van. 50.000 ton. En die stalen wand en dat piepkleine bootje dat er zo tegenaan tikt. En binnen konden we dat nucleaire afval. En er wordt een touwladder wordt daar over de reling gesmeten. En ik neem die loods op mijn nek. En ik ga die touwladder op. En ik kijk naar boven en er staat de bemanning, die staat daar en die zingt. Jongen, kom bald wieder naar huis. Jongen, vaar nie wieder in huis. Ik mag meer zorgen. Zorgen om dich, denk auch an morgen, denk auch an mich. De jeugd in de zaal denkt dat wij gek zijn. Freddy Quinn. Hoe is het met die snelle verbinding met Hamburg? Is daar al iets van terechtgekomen? En ik weet nog wel, we klimmen 366 treden waren het. Ik had ze geteld, schrikkeltrap. En wij komen boven. En ik word zo over die reling gehezen. En die loods die zet zijn twee voeten op het dek. En die zegt tegen mij, ik ga even een keer de patatten afgieten. Dus die... En ik wilde zo achteraan en ik word in mijn kraag gegrepen. En ik word meegesleurd. En ik word zo in mijn kraag meegesleurd de brug op. En er staat op die brug staat een tweede stuurman. En er staat een matroos in een matrozen pakje. En het kan ook een matrozen pakje geweest zijn, dat weet ik. En die staat zo aan het roer. En aan de andere kant staat een kapitein, een beetje kapitein Haddock-achtige figuur. 1000 bommen en granaten gezicht. En die zegt tegen mij, the fuck to Antwerp! Ik zeg, I beg your pardon, I'm a comedian. I'm not a pilot. If you want to hear a joke, no problem. I can tell you anytime. The fuck to Antwerp, zegt hij. Yes, maar ik. En ik kijk naar die tweede stuurman en die maakt zo'n gebaar. Doe nou maar iets, het maakt niet uit wat. En die kapitein loopt naar een laadje. En die trekt dat open. En die haalt daar een pistool uit. En die komt naar mij toe gelopen. En die zet dat hier op mijn linkerslaap. En zegt nog een keer heel nadrukkelijk. The fuck to Antwerp! Dus ik geef die matroos een tik op zijn bips. En die kijkt verlekkerd naar mij om. En ik wijs hem naar het startblok. Ik pak dat roer. En voor mij ligt de Westerschelde.
De meest verraderlijke zeeweg ter wereld. Als je denkt te kunnen schipperen, nou, misschien op 90% van alle vaarwegen, maar niet op de Westerschelde. Over een zeemijl of 3-4 heb je aan de linkerkant de kerncentrale van Borselen. En dan nog weer eens een keer, 15 zeemijl verder, heb je de kerncentrale van Doel. Als dat nucleaire afval gaat fuseren met het verrijkt uranium van die twee, dan krijg je een nucleaire ramp die in Europa zijn weerga niet heeft. Ik heb geen enkele theoretische kennis. Ik heb geen enkele praktische ervaring. Maar ik moet. Nou, zo voelt Trump zich. Zo voelt Trump zich. En ik roep tegen die matroos, volle kracht, vooruit. En hij haalt die hendel over. En we voor. We voor. En toen gebeurde er iets heel wonderlijks. En dat overkomt alle politici. In het begin denk je, maar er gebeurt niks. Heel wonderlijk. En na een minuut of 5 kreeg ik het gevoel, ik kan het. En toen gebeurde er na een half uurtje iets heel wonderlijks. Achter ons begon het licht te worden. Ik weet niet of u wel eens met een boot van Vlissingen naar Antwerpen bent gevaren in de nacht en dat het dan achter je licht begint te worden. En het werd steeds lichter. En op een zeker moment konden we om ons heen kijken. En ik moet iets goeds gedaan hebben, want wij bevonden ons op volle zee. Dank u wel, dames en heren. Dank u wel.